En hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video bij Otaan. Ik ben de gast, ja, Yuri. Wij zijn hier samen met... Met wij? Ik, jij, Jordi, Rick, nee, ja, Thomas, wij, de kijkers en ik, wij zijn hier samen met... Oh, hey, ik ben Rick. Hoe gaat het ermee, boys? Die kennen jullie waarschijnlijk niet, hij is nieuw bij Otaan. Ik ga een serie doen genaamd Rick's Avonturen en misschien ook iets met lange gameplays of zo. Ja, nee, maar met die Rick's Avonturen denken we niet echt dat het iets gaat worden, dus waarschijnlijk gaat hij wel iets met gameplays doen, ja. Ja, ik dacht misschien de XXS gameplay. Ja, of... Van één minuutje. Ja, en Rick liep er ook aan te denken om Vincent's avonturen te monteren. Ja, en misschien ook nog iets van wat je wel wist, had ik in gedachten. Ja. Dat is gewoon een serie met alle dingen die je gewoon wel wist. Ja, wist je wist waarschijnlijk al dat 1 plus 1 2 is. Je wist waarschijnlijk wel dat mijn naam Jordi is. Nou, dat wist niemand. Oh ja. Ik heb de vorige aflevering onbewust in de village al het graan meegenomen en alle zaadjes teruggeplant. Wat netjes van mij. Hoe heb je dat gedaan? Het was echt, ik kijk opeens weer naar dat graanveld en dacht, oh ja! Ik heb echt niet eens over nagedacht. Ja, maar weet je zeker dat je het hebt gedaan? Of Jordi, is het kwantum mechanica? Ik wil deze ponyta. Hier, met die ballen. Ik wil deze ponyta. Nee, die krijg je niet. Wacht. Krijgen Rikse ballen, ja of nee? Dan komen we achter na de intro. Nou, dat was wel een mooie instapper, toch? Ja, wacht. Ja. Oké. Wil je ballen? Hey. Ja, ik wil graag ballen. Alleen het probleem is, ik heb een Leafeon, dus hoe moet ik ooit de ponyta gaan vangen dan? Kan jij hem eerst verzwakken en dat ik hem daarna vang ofzo? Je kan hem ook gewoon van me krijgen. Heb jij een ponyta? Nee, als ik hem vang. Cool, vang hem. Okay. Mag ik wel een paar ballen van je, alsjeblieft? Nee. Jordi, nee, please, ik vang nu die ponyta. Die ballen die jij nu gewoon... Die ponyta, die vang ik nu. Maar wil je zeker... Okay. Ik krijg gewoon maar die ballen. Hier, alsjeblieft. Hoeveel ballen heb je dan? Hoeveel ballen heb je dan niet? Ah, hier, je krijgt er wel 12. Hoppatee. Hij pakt ze niet op. Ja, nu wel. Ik had er namelijk maar 12, want ik moet er nog even wat meer maken. Oké. Okay. Maar kom even helpen. Nee, kom allereerst even helpen. Wat je moet doen is, hier heb je Iron Base. Ja, wat er is, we gaan een beetje... Nee, kom. Mijn inventory zit vol, Jordi. Nee, kom hier. Rick, ga me helpen nu. Inventory. Oh, ik gooi de Iron Ore weg. Sorry, Iron Ore. Dat was best veel Iron Ore. Ik ga eens even wat items weggooien. Mijn hele inventory zit vol, Jordi. Mm-hmm. Dirt. Cobblestone. Mijn inventaris zit ook vol. Met inventaris. Wat is inventaris, toch een homo-woord, Jordi? Nee, het is gewoon een Nederlands woord. Klaar. Nou, het is echt misschien een Nederlandse homo-woord, maar daar kan ik toch niks aan doen. Oké, okay. Hoe maak ik je ballen? Oké, okay. Nou, wat jij gaat het volgende doen. Jij gaat... rots op. Ja. Ja, zo. Oké, dit is wat je gaat doen. Elke keer, wanneer hij zeg maar... Hier, pak deze op, deze. Die houd je in je hand. Ja. En die klik je elke keer op dit ding, zeg maar. Elke keer rechtermuisknop op die anvil. Oké. Okay. Eén keer, oké. En dan moet je mee wachten nu. En dan als ik ga... Nee. Oh, wacht, dat deed ik. Jordi. Sorry. Oh. Oké, ik ga hem nu kapot slaan. En dan als hij de derde stage heeft bereikt, zoals nu, dan klik je weer rechtermuisknop. Hoe zie je dat hij de derde stage is dan? Dat zie je toch zo, hoppatee. Dat is de derde stage, ga maar door. Weer rechtermuisknop, nee, ik zie je echt niet. Ik zeg maar gewoon iedere keer ja. Toe. Ja, zeg maar ja. 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 Heb je het ritme een beetje door? Nee. Ja, hoppakee. Ja, hoppakee. Ja, je hebt het ritme. Ja, dit is het ritme. Ja. Blablabla. Zie je het niet? Ik zie echt helemaal niks veranderen, nee. Oké, dat is dan client-side helaas, maar... Nou ja, dat is... Dit gaat wat sneller. Dit gaat wat sneller dan daarnet. Daarnet moest ik het helemaal zelf doen. Maar voor één zo'n ding... Oh, dit zijn iedere keer Pokéball halfjes, zeg maar. Oké. Ja, dat zeg ik toch. Ja. 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 Ja, gaat lekker. Ben je homo? Ja. Ja. Met hoeveel mannen heb je gezoend? Ja. Ja. Oh, god. Rick, dat is wel een mooie vraag. Met hoeveel mannen heb jij gezoend? Ja. Ja. Dat is een goede vraag, Jordi. Ja, dat is een zeer goede... Ja, dat is een zeer goede vraag. Ik heb al zo'n oom die zei, mag ik een kusje? Zei ik, ja. Ja. wat flauw is dit. Wat een mooie titel van de video. Ja. Ja, vind ik ook een mooie titel. Ja, vind ik een zeer mooie titel. Wauw, dit is echt... Oké, we knallen nog even lekker door. Ben bijna klaar. Ja. Ben je bijna klaar, Jordi? Ja. Nee. Godverdomme. Ik ben echt puur op gevoel. Ik heb echt een ritmegevoel van jou. Ja, jongens, je hebt een heerlijk ritmegevoel op dit moment. Ja, ga. Ja. 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 Wat is ik nou te vroeg gedrukt dan? Wat gebeurt er dan? Ja. Oh, wat doe je? Werkte dat? Ik heb er nu 19 die niet goed zijn.
En hoeveel zijn er wel goed dan? 49, maar die waren al goed net. Dus je moet nog even doorgaan. Plop. Plop? Nee, ja. Ja. Elke keer als ik sla, gaat de durability van die hamer af. Dus dat is wel een beetje kut. Dat is wel een beetje matig, Jordi. Ja. 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 Zo'n mooi commentaar, gewoon heet het, ja. Of weet je wat mooi zou zijn? Als je iemand een dual commentary gaat opnemen en dat de één dan zeg maar alleen bepaalde woorden zegt. Dat gaan we echt een keer doen, we gaan echt een keer woorden verbannen. Of bepaalde zinnen, dat iemand bijvoorbeeld alleen maar ja zegt en nee. Ja, we kunnen ook, we gaan deze, de rest van de aflevering gaan we degene die het eerste ja of nee zegt, die moet iets doen. Oké. Okay. Ja, kutting. Oké, opnieuw. Oké, okay, ja Jordi, hoe gaan we nou verder met ons leven dan? Ja, hoe moeten we verder? Nou, oh, godverdomme. We beginnen echt vaak als woord met ja. Gewoon ja. Ja. Wat gaan we doen, Jordi? Dat weet ik nog niet, Rick. En dan zullen we eventjes kijken wat we gaan doen, hè? Oké. Oké. Nou, lopen onze zinnen opeens echt totaal niet meer. Je bent veel te controlerend aan het denken. Ik ook. Oh, echt waar? Misschien. Misschien. Gewoon op alles misschien antwoorden. Misschien. Misschien. Ik weet het niet meer. Oh. Rick. Dat is minder. Ben je nou Iron Armor aan het maken? Ja. Oh! Nee! Ik trapte erin! Ik trapte erin! Oh. Ik heb een zwakke geest. 1 punt voor Jordi. Rick, hier. Moet je even die ultrabal zo pakken? Okay. En dan moet je de hele tijd weer hetzelfde doen. Misschien. Is goed. Mag je al? Doe maar. Gooi er maar op. Oké. En als je dit hebt gedaan, hebben we dan ultrabals? Dat denk ik wel, ja. God! Zo cool. Ik ontwijkte hem. Dat denk ik wel. En toen daarom zei ik per ongeluk... Ah. Oh, je hoort niet toch. Dit is moeilijker dan verwacht. Het is wel een grappige video, zo. Misschien. Vind je ook niet? Godverdomme. Misschien. Plop. Plop. Ik durf nu ook gewoon expres niks meer te zeggen. Daar ben ik bekend mee. Ik wou gewoon serieus uit het niets, gewoon om de leegte op te vullen, het woord zeggen. Gewoon, daar ben ik wel bekend mee. En dan het woord. Het woord, je weet wel. Een van de woorden. Vol de woord, hij die niet genoemd mag worden. Dit is wel echt een leuk woordspelletje, toch Jordi? Heel irritant. Misschien. Vind ik ook. En hoeveel ultrabals krijg ik dan van je? Wacht even. Ik heb geen dingetjes meer trouwens. Ik wel. Ik heb 1 ultrabal lid, die krijg je wel van me. Hoppa. Even wachten. Is je hamer op mijn pot of niet? Bijna. Kijk zelf maar. Ik heb nu 19 ultrabals lid. Je mag hem weer terug hoor. Oké, zullen we een Pokémon gaan vangen dan misschien een keertje? Misschien. Misschien. Ik vond het wel mooi de eerste keer ook echt volop intrapte gewoon bij Iron Armor aan maken. Maar, jij hebt nu al 12 ultrabals toch? Ja. Kut! Kut! Ik ben zo, als jij een vraag stelt, dan ben ik zo, ik denk, oh Jordi is geïnteresseerd in mij, laat ik goed antwoord geven, weet je wel, voor de samenwerking. Verdomme. Ik wou je niet eens uitlokken. Ik moest het ook echt weten. Dat dacht ik dus ook. Weet je, iedere keer als ik een vraag stel, dan komt het zo verdacht over me. Nu was het gewoon, Jordi wil gewoon weten hoeveel ultrabals ik heb. Alsjeblieft, hier heb je 4 ultrabals. Lig hier op de grond voor me. Oké. Dan heb jij er 16 en heb ik er 15. Dat is genoeg voor nu. Denk ik. Heb je ze daar gegooid? Nee, je hebt ze opgepakt. Ah, je mag geen nee zeggen. Nee, we houden het wel gewoon op het ene woord. Het ene woord. Nee mag je wel gewoon zeggen hoor. Oké. Nee. Oké, maar dan zeg ik gewoon de hele tijd niet nee.
Nee. Als jullie willen dat we de volgende aflevering dit weer doen, laat een woord achter dat we niet mogen gebruiken. Oh, dat zou erg zijn als we bijvoorbeeld Pokémon niet mogen gebruiken. Oh, dat is cool! Een aflevering lang het woord Pokémon niet gebruiken in Pixelmon. Pokémon of Pixelmon niet. Oké, ik ga proberen iets te vangen. Even een zwakke Pokémon zoeken. En op het einde van elke episode, dan is er een winnaar. Ja. Die krijgt een prijs. Die krijgt een prijs, die krijgt een blowjob. Oh, wauw, dit is echt een Pokémon trap geworden. Ja, inderdaad. Fucking Licky Dunk. Oh, hey, een trainer. Daar. Lol. Ik kan even hij lijkt een beetje op Chin-Chan. Chin-Chan, het is Chin-Chan. Problemen maakt, daar haalt hij van. Hey, Chin-Chan. We hebben nu heel stuk overgeslagen trouwens. Het begint van... Maar dan geeft hij echt niet om, Shinchen. Nee, het is zo van... Zijn ouders zijn van op... Nee, oké. Op school gaat het niet goed. Is dat het begin? Dagen luieren is wat hij het liefste doet. Zijn moeder noemt het altijd haar engel. Met zijn eigenlijke vreselijke bengel. Vreselijke bengel. Hey. Chin-chan, problemen maken, daar houdt hij van. Hey. Chin-chan. En nu is de video offline gehaald, weet je, voor copyright notice. Maar het is toch zo kut? Weet je, kinderen van vandaag hebben geen Chin-chan. Kinderen van vandaag hebben geen jeugd. Nee, ze hebben geen Chin-chan. Ik ga trouwens proberen een milktank van level 14 te vangen. Ik hoop dat het gaat lukken, waarschijnlijk niet. Veel succes. Ja, okay, ik loop ondertussen even te kijken wat ik wel niet allemaal moet doen. Want ik heb onwijs veel dingen in mijn inventaris, maar... Ik wil echt heel graag een hele grote Pokémon en dan battelen tegen andere dingen. Gewoon omdat het heel glitchy gaat worden. Ik zie sowieso nooit de Pokémon's vechten. Bij mij glitcht het altijd. Ja, gewoon zijn alleen maar een glitch eigenlijk. Ja, nou iets zeg. Je zei het woord, Rick. Ik denk, je zegt flink aan het winnen trouwens. Rick, je zei het woord. Zei ik het? Ja, maar... je zei het net. Oh, gossie. Je zei maar het woord... Dus echt al een paar keer gezegd. Ja. Godver... Dit is verschrikkelijk, man. Dit is het beste ooit. Oh, man. Ik haat hoe het licht mijn gezicht altijd zo rood maakt op mijn kamer. Niet helemaal niet fijn. Ik ga het raam openzetten. Dan moet je ander licht gebruiken. Nee, maar dit is gewoon mijn lamp. Het is gewoon mijn lamp, Jordi. Ik weet alweer wat ik ging doen. Hey. Ik ga de smoketank vangen. Zit hij erin? Niet! Moet ik je helpen? Nee! Oh, godverdomme, Rick. Hey, ik ben er trouwens achter gekomen. Hoe je... Hey, ik zie die pokebal. Ik zie hem schudden. Oh. Shake it, baby. Zorg wel dat niet al je ultraballs verspeeld raken aan die miltank. Oh ja, dat... Nou, dat mag. Nee, dat mag niet. Oh ja, is gewoon een woord dat bestaat uit het woord oh. Weet je, ik zie het door de vingers deze keer, maar de volgende keer... Oké, dus wat je moet doen, als je op E drukt... Ja. Kut! Dit is echt de beste video ooit. Het wordt nog erger met de volgende episode. Oh, ik kom zo dom over, man. Ik krijg echt niks. Oh, dit is echt geweldig. Ja, nee, stop. Stop, Rick. Oké, dus als je op E drukt en dan ga je naar links, zeg maar, zie je dan die rij staan. Hey, Kangaskhan. Kijk die fucking grote Kangaskhan vechten met een Pidgey. Hij is een vechter met een Pidgey. Welk level is die wel niet? Oh, 34. Valt mee. Maar oké, druk op E. En dan zie je links zie je de Pokémon staan. Ja. Druk... Kut! Waarom blijf ik ja zeggen? als ik instructies volg, zeg ik het gewoon automatisch. Oké, ik volg je. Zeg gewoon oké. En dan rechtermuisknop. Okay. Oh, laat maar zitten. Wacht even. Hoe kan dit? Ja, dat weet je niet. Mijn Pidgeotto zit nu... Oké. Pidgeotto zit in een grot beneden. Ik weet... What the fuck? Ik was in gevecht met die Kangaskhan en... Oké, wacht even. Ik ga heel even mijn Pokémon healen. Als je nou op E drukt... En dan zie je dus dat lijstje met Pokémon staan. Dan wat je moet doen... Is rechtermuisknop op de Pokémon. En dan kan je ze een nickname geven.
Dan ga je naar Summary. En dan kan je daar de nickname ergens intikken. Oké, dan ga ik echt even op jacht voor een Ekans. En dan ga ik hem Serpent Gameplay noemen voor de zelfpromotie. Kut, alleen even niet meer waar. Oh ja, rechtermuisknop dan op de naam. Rechtermuisknop dan op de naam die je ziet. Ik geloof het wel, Jody. En dan rename. En dan kan je hem renamen. Oké. Okay. Oh, cool, Flaffy. 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 Ik vind het een Flaffy. Flaffy. Zo, oké. Okay. Jordi. Ja. Ik heb deze hele episode nog niks gedaan. You fell right into my trap. Zal ik erop ingaan? Het valt me niet eens op, zal ik het zeggen gewoon. Nee. Ik loop de hele tijd op te letten. En op het moment als iemand wat vraagt, dan is het... Mensen, probeer dit serieus eens te doen met vrienden, dit spel, terwijl je aan het gamen bent. Want ik denk, als je niet aan het gamen bent, dan is het nog wel te doen. Maar je bent zo gefocust op het gamen. Klopt. 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 Mooi gezegd, mooi gezegd. Maar het irritante is nu dus, dat doordat ik hierop aan het letten ben, weet ik niet meer wat ik aan het doen ben met de gamen. Dus mensen zien mij overal random rondrennen. Wellicht. Wellicht, ja. Dat is ook een mooie. Ik heb mezelf juist een monobrouw gegeven met een plaksnor. Oh, jammer dat ik dat niet kan zien. Ah, we kunnen je terugzien op de facecam. Bij de Action kun je 8 plaksnoeren kopen. Of 1, 2, 3, iets van 6 of zo voor 50 cent. Dus ik doe nu echt bijna iedere facecam video doe ik een andere plaksnoor op. Oh, je had toch ook een plaksnoer op in je... Hoor je dat in mijn facecam video, ja. Ja. Het is... God, we zijn het beide. Op hetzelfde moment. Ja. Ik dacht eerst nog, waarschijnlijk is er wel iemand die alle tijden in een comment gaat zetten, weet je wel. Maar ik dacht, nou, die heeft nu veel te veel moeite, gaat toch niet gebeuren. Oh, ik zie Pikachu's. Pikachu, pika pika! Zal ik een Pikachu vangen? Nee, ik doe het niet. Doe ik niet. Fuck de Pikachu. Ik ga het wel doen. Fuck de Pikachu. Fuck jou. Nee. Nee. Mooi gezegd. Ja, wat moet ik anders zeggen dan? Oké. Okay. Fuck jou, oké. Okay. Alle Pikachu's gaan dood, ik ben veel te sterk. Oh, hij laat wel Glowstone dus achter. Oh, doet Pikachu dat? Dat is wel awesome. Hier is die steen trouwens, waardoor jouw Pokémon gereset waren met Yuri. Ja, dat weet ik. Kut Eevee. Waarom gebeurde dat dan? Omdat ik daar level up ging. En dan? Oh, dan en dan? Dan evolueert de Eevee. En waarom gingen jullie toen alles kwijtraken, what the fuck? Wat bedoel je? Jullie waren toch alles kwijtgeraakt ofzo door die steen? Nee, ik was mijn Eevee kwijtgeraakt. Oh. Ik loop ondertussen kijken of ik een Growlithe kan vinden. Dat is wel fucking awesome. Dat is wel echt een van mijn favoriete Pokémon. Die van mij ook. Samen met Dratini, zeg maar. Dragonair. Dratini? Waarom Dratini? Waarom niet Dragonite? Ja, dat bedoel ik. God. Ah. Ja, volgens mij staat dat nu gelijk. Ja. Zeg nog een paar keer ja voor de zekerheid. Nee. Domme. Jij zei nu het woord ook. Ja, maar nou telt het niet. Als ja, dat telt wel, want ik zeg het ook de hele tijd het woord. Ik zei je bewust. Oké. Okay. Voor mij sta je heel erg voor op mij, hoor. Ik weet het niet. Ik weet niet of iemand het überhaupt bij gaat houden. Ik weet niet. Gaat iemand de moeite doen? Laat er hopelijk iemand zijn die moeite doet. Dan weten we een uiteindelijke winnaar. Ik hoop het niet. Maar ik vind wel, als jij bijvoorbeeld het woord zegt en ik ga erop in om je erop de wijsheid gezegd hebt, dan vind je niet dat het moet tellen. Zullen we die regel maken? Oké, is goed. Nee. Oké. Is goed. En Butterfree! Oh, Butterfree! Maar met die regel kan ik best wel gecheat worden. Dus... Niet nee. Ik betwijfel het. Ik betwijfel het zeer of die regel eigenlijk wel... Ik betwijfel jouw seksualiteit. Ja, dat doet iedereen. It's funny because it's true. Zelfs mijn vriendin, die weet het ook niet meer. Nee. Oh nee, ik ben Butterfree dood. Nee, ik maak alles dood of ze maken me dood. Oeh, ik ben level 16, nice. Oh, dat is wel weer mooi. Ik probeer nu ondertussen een Growlithe te vinden, maar ik kan niks vinden. Dit is wel echt drastisch. Het is wel een drastisch, ja, ja. Want ja. Nee, het mooie was aan normale Pokémon is dat je zeg maar Pokémons vindt op bepaalde routes. En ja, klopt. Hier niet. Hier is het gewoon een beetje random. Chaos. Precies, één grote chaos. Eén grote Minecraft. Wat? Waar staat dat op? Weet ik niet. Vond het wel mooi passen.
Ik vind het wel een stuk leuker om jou het woord te laten zeggen door, met een vraag. Calif, I got you. Dat geeft meer win mee, of een yeah, als dat je het gewoon uit jezelf zegt. Ja, zo'n gevoel heb ik ook, ja. Ja. Ja, ik zei het nu. Joh, die Mewtwo kun je toch vangen in die ene grot? Bij Misty daar? Ja, god. Oké, ja, nu lijk ik te domme. Ik dacht, ik stel gewoon een Pokémon-gerelateerde vraag, die heel makkelijk is. Dan antwoord die vast met het woord. Dit is echt... Nu lijk ik dom. Nu lijk ik dom. Daarnet was jij het. Net was ik het. Ja. God! Voor mij zei ik het net ook al weer. Ze gaat zo, het sluipt echt op je in. Dat is niet leuk. En het erg is, mensen gaan het nu zo leuk vinden dat het volgende episode ook weer terug moet komen. Ja. Ja. Kut! Ik kap ermee. We stoppen gewoon met deze hele episode. Ik heb een Crowlift gevangen. Ik vind het goed. Flikker maar op met die fucking regels. Kutspel. Dus welk woord moeten wij volgende episode niet zeggen? Laat het achter in de comments. En wie heeft er gewonnen? Rick of ik? Laat het ook achter in de comments. Rick, heb jij nog wat toe te voegen? Een groen duimpje doen, of niet? Dus heb je nog wat toe te voegen? Nou, hoe noem je, Jordi, hoe noem je de mensen die op het eiland Java wonen? Nevanen. Ik zei zelf ook gewoon Java. Java. Dat is geen J. Ja, dat is ja. Ja zeggen is ja. Tot de volgende aflevering. Doei. Vergeet niet te liken als je het leuk vond, als je dit grappig vond. Ik heb in ieder geval gelachen en gehuild om mezelf. Tot de volgende aflevering van Pixelmon. Doei. Bye.